De IJsselmeervogels verloren nog nooit in de tweede divisie van Rijnsburgse Boys. Wel in de derde divisie zaterdag. Dat is ook de reden dat dit een echte zaterdagklassieker is natuurlijk. Het duel is vaak genoeg gespeeld. De eerste kans is voor topscorer Danny van der Meijrakker. Maar zijn inzet gaat naast. Goeie kans voor Van Riel na wat geklungel achterin. Want de keeper rolt de bal daar helemaal verkeerd uit. En daardoor de grote kans en de goal voor Olijveld. Om de 0-1 binnen te schieten tegen het kwakkelende Rijnsburgse Boys. In de laatste 6 duels 5 nederlagen. En de volgende is in de maak als de keeper uitrolt van Nieuwkoop. En via Van Riel Olijveld in stelling brengt voor zijn 9e van het seizoen. Corner Rijnsburgse Boys wordt onbedoeld doorgekopt. En uiteindelijk is het Spruit die wil afdrukken. Maar ziet dat zijn inzet op de lijn wordt gekeerd door Carmelia. En dus geen 1-1. Prima gespeeld door IJsselmeervogels in deze aanval. Uiteindelijk via Van der Laar moet de voorzet komen. Schitterende aanval zeg. En wie anders dan Danny van der Meijrakker maakt het dan af. Een echte Van der Meijrakker goal. Zijn 18e alweer van dit seizoen. En voor rust 0-2. Van Riel. Vlak naar rust. Het doortikken op Olijveld. Tegenover Opoku. Het schot van Olijveld. Gaat toch nog vrij ruim over de goal van Nieuwkoop. Jonge Nelen. Rijnsburgse Boys geeft niet op. Dat valt te prijzen. Voorzet is eigenlijk best goed van Jonge Nelen. Maar er staat nog niemand voor de bal. Wellicht bij poging 2. Ros. Dit ziet er goed uit. Maar Tillema krijgt hem er ook niet in. Heerlijke voorzet van Ros. En Tillema had daar de aansluitingstreffer op zijn hoofd. Dan zit het ook niet mee. Lange bal van Magan. Uiteindelijk komt hij voor de voeten van Tillema. Dat is zijn tweede poging. Maar de aansluitingstreffer wil simpelweg niet vallen. Dikke 10 minuten nog. Half weghalen van Justiana. Levert balbezit op voor Ros. Mooie steekbal. En Jonge Nelen. Je ziet het aan de frustratie tegen de paal van Tillema. Hij wil er niet in. Ook niet in poging 3 binnen 10 minuten. Frustrerend is dat. Voor de ploeg van Wilfred van Leeuwen. 5 minuutjes nog. En nog steeds geven de geel-zwarte niet op in deze zaterdagklassieker. Halman, een van de invallers aan de kant van Rijnsburgse Boys. Voorzet wordt aangeraakt, komt wel op het hoofd van Tillema. En daar is hij toch, de aansluitingstreffer. En waarom zou het niet kunnen in het restant van deze wedstrijd om dan ook nog de gelijkmaker te maken? Want IJsselmeervogels is slaapgesust. En daardoor de kans voor Tillema met zijn 11e van het seizoen. Net in blessuretijd kan de beslissing natuurlijk ook meteen vallen. De bal gaat via een tussenstation naar Van der Meijrakker. En dan gaat de bal tegen het zijnet via de handschoenen van Nieuwkoop. En krijgt Rijnsburgse Boys dus nog een kans. Niemand zet bij deze vrije trap zijn hoofd tegen de bal. En dus kan er via aanvoerder Van Diermen een countermogelijkheid komen. Dit lijkt toch buitenspel, scheidsrechter. Maar Van der Laar mag door en Van der Laar gaat het met een chipper beslissen. 1-3. Goeie lange bal van aanvoerder Van Diermen en de 1-3 van Van der Laar. Zijn 7e van het seizoen en de beslissing in dit duel. Rijnsburgse Boys heeft dapper gestreden, maar ziet dat het verliest voor de 6e keer in 7 duels. En IJsselmeervogels blijft in de strijd om de titel meedoen met de AFC. Dylan, je bent terug van weg geweest. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ik ben weer aan de betere kant. Dus ik ben blij dat ik weer heb mogen spelen vandaag. Hoe ging het met je blessure? Ik kon niet echt goed beschrijven, maar een lichte pijn in mijn knie. En na een bepaalde belasting kwam dat weer opspelen. Dus ik heb ook een MRI-scan gehad. Daar krijg ik maandag de uitslag van. Te kijken of er iets blijvends is, maar inmiddels ben ik wel weer fit. Je hebt er zo weer gespeeld, ondanks die blessure. Ja, maar ben ik wel weer fit geworden. Dus, Je hebt een tijdje terug de ambities uitgesproken. Profvoetbal, heb je die ambities nog steeds? Ja, ambities heb je altijd. Het is gewoon mooi om naar te streven. En voor mij is het belangrijkste nu eerst fit te worden en gewoon vol gas gaan bij IJsselmeervogels. En dan kijken we verder wel. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? In eerste instantie vanaf de bank en dan de tweede vanaf het veld?
Ik denk dat de eerste helft ging het een beetje gelijk op. Goed dat we op voorsprong kwamen. Vanaf toen waren we wel aan de betere kant. En dan zie je de tweede helft dat ze vol druk gaan zetten. En dan is het voor ons moeilijk om dan er nog tussenuit te voetballen. Dus dan gaan we weer voor de lange bal. En daar kwam ik ook voor in het spel. Maar dus, zoals je ziet kwam er dan heel veel ruimte achter de verdediging. Dus voor het beter punt is denk ik de eindpaas. Maar voor de rest wel goed gevoetbald verder. Gewoon tevreden, zie je zo. Ja, zeker, zeker. Danny, een 3-1 overwinning. Wat is het verhaal van deze wedstrijd? Ik denk dat je de eerste helft, heb je ze gewoon volledig de wedstrijd onder controle. En ik denk dat je 2-3-0 misschien wel moet maken. En ja, dan komen we de rust uit en dan is eigenlijk alles weg. Zeg, we voetballen niet meer, we hebben geen rust meer aan de bal. En we hebben nog in de rust gezegd, ja, hun gaan nu met 4 spitsen spelen en 3 achterop. En die gaan alles erin pompen en die gaan gewoon een beetje opportunistisch voetballen. En dat is ook lastig, dat moet ik wel zeggen, maar we liepen wel te ver achteruit. En daar moeten we wel van leren. En waar ligt dat dan aan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het ook wel lastig is omdat ze elke lange bal erin gooien. Dat is ook lastig verdedigen. Maar ik denk dat we meer druk op de bal moeten krijgen toch, en toch verder vooruit moeten gaan voetballen. Ik denk dat je dan die wedstrijd hier wel eerder kan beslissen. Bouw je dan van dan dat er nog 1-2 wordt uiteindelijk? Ja, tuurlijk. Daar bouw je heel erg van. Want de eerste helft is er niks aan de hand. En dan denk je, nou, deze wedstrijd die gaan we wel over de streep trekken. Ja, als die 1-2 dan in de 86e minuut valt, dan ga je in één keer denken van het zal toch geen 2-2 worden. Want ze kregen toch wel een paar aardige kansjes en een paar voorzetten. Maar gelukkig maakte Mike wel de verdiende 3-1, denk ik. Is dat een beetje jouw speelstijl, achteroverleunen en dan op de counter? Of is dat iets waar je totaal niet ligt? Nou ja, ik denk dat je dat vandaag wel hebt gezien. Ik denk dan niet dat het mij echt ligt. Kijk, ik kan wel een balletje vasthouden voorin, maar... dat is voor mij, ik ben geen type spits die even 2 mannetjes of op snelheid iemand passeert natuurlijk. En ik heb liever dat we vooruit spelen en over de flanken komen zoals die tweede goal. Ja, daar ligt mijn kracht en dan ben ik belangrijk voor het team. Kijk, nu kan ik ook belangrijk zijn met ballen vasthouden en doorkoppen en zo. Maar zoals de eerste helft, hoe dat ging, dat heb ik liever. Toch heb je er alweer 18 in liggen. Heb je nog een doelstelling, nu gaande het seizoen? Ja, kijk, ik wil er gewoon zoveel mogelijk maken en zo lang mogelijk mee omdoen om de titel. En de 20 komt nou in beeld en die wil je gewoon halen dan. Dat is toch wel weer een lekker aantal. Maar ik hoop dat het er nog meer worden, maar we zien wel waar het schip staat. We hebben 20 flessen Malibu bij 20 goals. Ja, kijk, die afspraak is er ook wel gemaakt, ja. Maar dat is nog niet belangrijk. Dat zijn de kleine dingetjes die... Die je wel heel gelukkig maken in het leven, moet ik zeggen. Maar we moeten gewoon, als anderen ze er nu in schieten en ik blijf op 18 staan, dan vind ik het ook niet erg als we aan het eind van het seizoen een mooi seizoen hebben gedraaid. 13-1-3 overwinning. Wat is jouw verhaal van deze wedstrijd? Nou, ik vond vooral door we de eerste helft uitstekend speelden. Je geeft helemaal niks weg. Je creëert zelf genoeg kansen. Je maakt een goede actie van Michael de Harde die bal onderschept. Ze onder druk zetten, daar maken zij een fout in en je maakt 1-0. Ja, en die 2-0 die je maakt, dat zie je natuurlijk heel erg graag als trainer. Want daar ben je ook trainer voor geworden, maar daar ben je ook voetballer voor geworden. Want dat is een goal die, dat is een randje uit het boekie. Het is geloof ik 4-5 keer direct vanaf de linkerkant, het verleggen naar de rechterkant. Snelle voorzet over de grond. Ja, en een fantastische loopactie van Danny en je maakt die 2-0. Dus ja, wat dat betreft helemaal niks aan de hand. En de tweede helft ook helemaal niks aan de hand. Ja, alleen we kwamen er wat moeilijker onderuit, omdat zij wat opportunistischer gingen spelen. Nou ja, dan weet je dat die bal altijd een keertje kan vallen. Maar dat verwacht je dan niet 5 minuten voor tijd. Want eigenlijk hadden wij op dat moment, als we dat beter uitgespeeld hadden, hadden we eigenlijk al die 3 en die 4-0 moeten maken. Maar ja, dat gebeurt dan niet. Ja, en dan is het toch nog even billen knijpen de laatste 5 minuten. Sta je er niet te vinden achter in de tweede helft? Ja, maar dat zegt iedereen. Maar op een gegeven moment gaan zij natuurlijk heel opportunistisch spelen. Ja, en dan word je automatisch wat achteruit gedwongen. En dat is op zich helemaal niet erg, want we hebben daar kopsterke jongens staan. We pakten ook steeds goed die tweede bal op om daar vanuit die omschakeling te voetballen. Alleen vanuit die omschakeling, daar ging het juist fout. Door verkeerde keuzes, verkeerde loopacties, niet balvast genoeg voorin. Ja, en dan weet je dat je hun weer de bal geeft en dan komen ze wel weer. Dus ja, wat dat betreft vond ik niet hoe we te ver achteruit liepen. Het wordt dan 1-2, dan ontaart eigenlijk de wedstrijd. En dat is dan jammer. Wat vind je er zelf van?
Ja, dat heb je natuurlijk iedereen kunnen zien als je daarop op doelt. En dat hoort gewoon hier op het voetbalveld thuis. En dan kan je er nu van alles over gaan roepen. Maar ik vind dat je eerst beide partijen aan moet horen van wat er gebeurd is. En dan kan je daar pas een oordeel over vellen. Maar dat dat niet op het voetbalveld thuis hoort. En zeker niet in deze fase waarin je nog volop meedoet om het kampioenschap. Ja, hoort dat gewoon niet op het voetbalveld thuis. Als jij je ploeg vandaag een cijfer mag geven, welk cijfer is dat dan? Nou, ik vind het toch wel een 7,5. Dankjewel, een goed weekend.